Voorjaarskermis voor het eerst op ander terrein. Er ging 3 jaar overheen, maar nu de voorjaarskermis in Apeldoorn nu echt niet meer op haar vaste stek in en rond de Amerikahal kan staan, is de kermis zo'n slordige 300 meter verkast naar een onverhard terrein aan de Voorwaarts. Mede-organisator Hans de Voer is daar heel tevreden over. We waren ook best wel enthousiast voordat we hieraan begonnen. Het is een goede locatie, want er komt veel verkeer langs. We zitten toch voor de intratuin naast de Omnisport. Parkeergelegenheid is prima. Er zijn voor de zwaardere attracties en bezoekers van de kermis een grote hoeveelheid kunststof vloerplaten op het grasterrein geplaatst. Het zijn er ook niet een paar, want het zijn twee volle transporten. Dus daar leggen geloof ik 300 rijplaten van 6x2. Dus eigenlijk hebben we het verhad met kunststof rijplaten, het hele kermistrein. Veel vroeger de kermis samen met de krokusvakantie, sinds 2 jaar is dat niet meer. Dit is de start van het seizoen en we hebben hier en daar gelijk aansluiting. En anders moeten we 2 weken eerder beginnen. En dan hebben we weer een gat. En dat dus ook weer met personeel is dat niet handig. De voorjaarskermis bestaat intussen al 30 jaar. En het is ook de eerste van het nieuwe kermisseizoen. Daardoor is het mogelijk om bepaalde attracties naar deze kermis te halen. Dat is de project 1, dat is een grote slinger waar 24 man van links naar rechts slingeren met een gigantische snelheid. En dan hebben we het grootste funhouse van Europa, die is 32 meter lang en dat heet de Fire Department. Dat is echt een unieke attractie, daar zijn we ook heel erg blij mee. Dat is echt een stofzuiger, daar gaat alle publiek in. Nou ja, dan hebben we verder nog de breakdance natuurlijk. Ja, dat is op zich al een trekker voor de jeugd, ja. Maar ook een poffertjeskamer waar we nu zitten, hè? Ja, daar zijn we ook weer heel erg blij mee. Ja, die komt ook weer uit Apeldoorn. En die zou je ergens anders niet krijgen in deze tijd. De ruim 28 zaken die hier op de kermis staan, komen allemaal uit Apeldoorn. Apeldoorn huisvest samen met Berg op Zoom de meeste kermisexploitanten van Nederland. Op de laatste dag van de kermis, en dat is zondag 15 maart, kunnen de bezoekers goedkoop kermis vieren. Want dan is het weer Eurodag. Enkele tientallen huishoudens hebben maandag urenlang zonder gas gezeten. Door de grote brand bij de manege aan de Jachtlaan in Apeldoorn is er een waterleiding gesprongen en is daardoor ook een gasleiding geraakt. Bewoners van de Bochtzichlaan en een deel van de Koning Lodewijklaan werden getroffen door het water- en gaslek. Netbeheerder Leander heeft de leidingen hersteld, waardoor de huishoudens weer op het gasnetwerk konden worden aangesloten.